Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Rachel en dit is de allereerste vlog op mijn YouTube kanaal. In deze vlog ga ik jullie een kijkje geven in mijn leven. Jullie kennen mij namelijk waarschijnlijk van het Junior Songfestival in 2011, wat ik toen gewonnen heb. En ik zit nog steeds niet stil eigenlijk, ik doe nog steeds heel veel leuke dingen. En jullie vonden het een heel erg leuk idee om te gaan filmen waar ik me allemaal mee bezig hou en wat ik allemaal doe. En ik vond het zelf ook een heel erg leuk idee om te gaan vloggen. Dus bij deze, in deze allereerste vlog ga ik jullie meenemen naar een première in Carré in Amsterdam samen met Ralph Makkenbach. Jullie hebben namelijk heel vaak naar hem gevraagd of ik een video met hem wil doen. En ik heb het aan hem voorgesteld, hij vond het helemaal leuk, dus dat gaan we doen. Maar hij zit eerst nog in deze vlog. En ik ga jullie ook meenemen naar het Nederlands kampioenschappen in Veldhoven, waar mijn zusje moest dansen. Dus dat. Maar dat gaan jullie allemaal zien in deze vlog. Ik hoop dat jullie het allemaal heel erg leuk vinden en veel plezier met kijken. Nou, goedemorgen. Zeg even goedemorgen. Hoi. Het is 9 over 9. Het is 9 over 9, zaterdagochtend. Ja. Welke dag is vandaag? 23 april, hè? Ja, 23 april. Zaterdag, oké. En we zijn op weg naar de première van... Violetta. Dat is niet waar. Violetta the movie. Nee, dat is ook niet waar. Violetta de Letta movie. Nee, het is iets met Tini. Tini, het leven van Violetta gaat verder of zo? Ik weet niet. Tini Violetta de movie. Ik vind het allemaal goed. Bijna. Nou, ja. We zijn onderweg dus en we zijn in Amsterdam. Het is in Carré. En Tina. Ralf, stop! Zo vervelend als ik zo rem, Rachel. Ja. Oh, en dat je diegene niet aanrijdt. Ik snap echt het nut niet van joggen. Joggen in de ochtend, waarom doe je dat? Dat is gezond, dat is prima. Nee, nee. Starten. Niemand rent vrijwillig, dat is raar. Dat zou wel een goed idee zijn, weet je? Nou, ik krijg serieus een onderkin. Weet je wat Janet gisteren zei? Janet zei, Rachel, je wordt echt dikker. Ja. We zitten nu in het carré. Ja, we zitten in loge 2. Loge 2, we hebben een hele parfré loge. Ja. We hebben zo'n stukje voor onszelf. Mooi, hè? Kei fijn. Zo romantisch dit, echt waar. Anyway, we gaan zo meteen kijken. We gaan naar de première kijken van, hoe heet Tini? Tini, het nieuwe leven van Violetta. Ik heb je net opgezocht. Heb je er zin in? Ja, heel goed. Het was gezellig net aan de rode loper. De rode loper, die hebben we ook al gehad, ja? Ja, die hebben we ook gehad, zijn we langsgelopen. Ja. Ik ben nou eigenlijk gewoon aan het genieten van deze lekkere stoel waarop we aan het zitten. Kom, Robin! Dus wat vond je ervan, Rolf? Ik vond het voor artistiek meesterwerk. En niet voor real? Au. Ja, ik ben niet precies het doelgroep, dus voor mij was het niet super leuk. Maar het rijdt eromheen. Er waren heel veel mensen die het wel leuk vonden. Ik was er niet precies één meer. Ik vond het wel heel leuk. Toch? Vraag de waarheid van me, dan moet je ook de waarheid van jezelf vragen. Nee, ik vond het wel grappig. Ze hadden daar niks te eten, behalve popcorn en iemand zeg maar in het begin al. Het duurde wel lang, hè? 4 uur. Voor één film. Daar waren een heleboel andere dingen mee. Maar ja, dat heb je gezien in de vlog natuurlijk allemaal. Goedemorgen allemaal. Het is zondag 24 april en we zijn net aangekomen in Veldhoven. Ik ben hier vandaag voor het NK hip-hop Udo, heet dat. Want mijn zusje moet dansen vandaag. Mijn zusje gaat solo dansen en duwen. Ik geloof ook team, maar dat weet ik niet 100% zeker. En ik ben heel erg benieuwd. Ze haalt normaal altijd echt sowieso top 3. Maar het is nu NK, dus ik ben benieuwd hoe ze gaat scoren. Het is nu 10 voor 10. En de laatste uitreiking hier is pas om 8 uur. En ik moet er altijd een beetje rekening mee houden dat u eruit loopt. Zeg maar een uur ongeveer altijd. Tussen een half uur en een uur uitloop hebben we altijd. Dus ik ben nu pas om 9 uur weg. Zin in.
eten, sporten en gezond eten. Gezond eten. Maar we gaan wel zo sushi eten, dus ja. Lekker! Het is half tien. En half elf. Dus we zijn hier zo'n 12 uur geweest bijna. We zijn hier bijna 12 uur geweest. En ik ben er helemaal klaar mee. Maar hoe blij ben je dat je Nederlands kampioen bent met Duro? En tweede met Solo. Super blij. Dus dat we gaan zo naar huis. En ik hoop dat we ergens nog wat gaan eten. Ik zou eigenlijk sushi gaan eten. Maar dat ging niet door. Dus nu heb ik geen sushi gegeten en heb ik nog steeds honger. Dat was het alweer voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, please thumbs up. En vergeet je niet te abonneren. Ik zit nog wel even met een ideetje. Want ik heb het er natuurlijk met jullie over gehad. Van ik ga vlogs posten. En ja, misschien covers, die komen er wel gewoon bij. Maar ik zit een beetje met de Q&A's. En, want jullie hebben gevraagd om een Q&A of ja, een video met Ralph bijvoorbeeld. Of jullie hebben ook gevraagd voor een make-up tutorial. Voor dit gezicht. Dus dat. Dat zijn allemaal zeg maar, dat zijn geen vlogs. Dus dat zijn meer gewoon echt extra video's. Dus ik zit te twijfelen van, ga ik dan de ene week een vlog doen en de andere week een video. Zodat het gewoon ja, elke vrijdag een video is. Of maak ik daar een extra video van? I don't know yet. Laat me weten wat jij vindt in de comments. Mochten jullie nog leuke ideeën hebben of challenges die ik moet doen. Of takes of maakt niet uit wat. Laat het me ook weten in de comments. Of reageer bij een van mijn social media kanalen. Instagram, Twitter of Facebook. Die zal ik allemaal in de beschrijving zetten. Nogmaals, vergeet je niet te abonneren. En tot volgende week.